Vrijwel uitgestorven was het Onze Lieve Vrouwenlyceum in Breda vanochtend. En niet alleen daar. Ook docenten van 50 andere Brabantse scholen deden mee aan de stakingsactie. Ook met die bordjes! Ja. Des te drukker was het op het station in Breda. Daar stond de stationshal vanochtend vol met protesterende docenten. Klaar om met de trein naar Utrecht te vertrekken. De Bredaanse scholen zijn eigenlijk bijna alle scholen die stakende personeelsleden hebben. Mensia de Mendoza Lyceum, maar liefst 115 personeelsleden. En dat is echt ongekend. Het onderwijzend personeel denkt dat de maatregelen van onderwijsminister Marja van Bijsterveld vooral de kwaliteit van het onderwijs zullen treffen. Wij zijn niet alleen boos over de wet onderwijstijd. Dat is echt de druppel die de emmer doet overlopen. Als je daarvan alleen al die 1040 pakt, mensen denken ja, één keer in de week een uurtje meer werk. Wat maakt je nou druk om? Maar ja, dat kost onze school ongeveer zo'n 80.000 euro. Dat wil zeggen, die krijgen we niet van de minister. Dan moet je dus de klassengrootte gaan maken. Of je moet minder uren geven voor de vakken. Dus de leerling is de dupe vooral. En daarna ook natuurlijk de docent. In Utrecht vond vanmiddag een grote manifestatie plaats. Georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond, AOB. Duizenden docenten kwamen daar hun ongenoegen uiten. Politici waren niet uitgenodigd. Die hebben hun zegje al kunnen doen, vindt de AOB.